Goedemorgen, het is zondag. Wij zijn wakker. Het is wat? Ik zie jouw hoofd. Goedemorgen. Ik ben al sinds een uur of 9 wel wakker, hoor. Ja, nou, en het telt niet als je nog in je pyjama zit, dan slaap je nog. De dame die daar tegen je aan het leren is, die is serieus nog, denk ik, nog geen 5 minuten uit haar bed. Ja, maar ik was wel al wakker om 11 uur of zo. Dat is waar, je hebt gewoon gelegen daar. Ja. En een koffietje van me gekregen. Ja. En weer gelegen, nog steeds niet eens opgestaan naar de koffie. Dat is echt heel, heel ernstig voor mijn doel. Mag ik jullie even laten zien hoe heerlijk dit eruit ziet? Ik ga dit vanaf nu elke week doen. Ik word hier intens happy van. Foef, heb jij dit gezien, mijn regenboog? Nee, dat heb je al, denk ik, 4 keer laten zien. Denk ik. Maar dat laat ook wel zien hoe trots. I love it. Even een foto maken. Tijd om een nieuwe week te gaan plannen. Ja. Weet ik. En is het nu tijd om definitief december cinema te plannen. Dan. En de hele planning voor december cinema. En dat was nogal wat, maar we zijn er. En die zien vanzelf waarom dat nogal was ooit. One day. Yes, er zitten hier al een aantal filmpjes in verwerkt. Ik hoop dat het me gaat lukken. Ik ben heel optimistisch daarin. Maar dat is goed. Weet je, ik begin gewoon alvast met filmen deze week. En dan gaat het hopelijk de goede kant op. Yes. Dan. Yes. We hebben eten besteld. Heerlijk Turks. Vroeg om Turks. I love Turks. Oh, we zitten wel weer in die lifestyle van heel veel bestellen. Daar moeten we echt weer even uit zien te komen. We bestellen wel een soort van healthy dan. Maar ja. Ja. Maar toch. Ik ben gewoon zo klaar. Ik heb niet zin om dat plastic eraf te halen. Zo, hoppa, dan doe je zo. Ja, hoppakee. Foefje is altijd van, ik pak even borden en onderzetten ze en alles. En ik, nu, ik eet wel gewoon dit hierop. Vertel me, zijn die zo iemand die dus borden en bestek pakken hiervoor? Of zijn die, net als ik, easy peasy, lekker gewoon dit eten klaar zo hieruit? Ja, wel bestek heb je wel nodig, tenzij het erbij zit. Nee, het zit er niet bij. Bestek hebben we wel echt nodig, maar als er plastic bestek bij zit, dan eet ik gewoon plastic bestek en everything klaar. Oeh, lekker. En Stranger Things. We waren halverwege een aflevering, weet ik je nog? Ik ga een stukje terug. Viel in slaap. Kleine Manies die haar dekentje heel stevig vasthoudt. Hij mag niet weg hoor, dit dekentje. Nee, hij is voor mij. Wij gaan nu voor Foefje filmen. Mm-hmm. De statief staat al klaar. Maar die zit al klaar. We gaan even weer een horror game. Game. Spelen. Filmen. Fun. Zie me, hoe voelt het om zo ongelooflijk. Wow. Ongelooflijk chilling te zijn. Hij is zo aan het chillen. Echt zo hard. Lekker hoor, Simbi. Lekker hangen. Snoet is snoet. Why so serious? Het is inmiddels... het is 11:45 alweer. 11:00 geweest zou ik zeggen, maar het is wel 11:45. En wij gaan lekker slapen. Ik heb echt geen moer gedaan vandaag. Echt niet. Ik zie gewoon een patroon in mijn leven. Gewoon elk weekend niks doe. En ik vind het heerlijk. En I love it. En weet je, ik vind... fijn dat ik mijn eigen dagen kan indelen. Maar ik vind het ook wel fijn om gewoon echt de weekenden aan te houden. Gewoon hoe het hoort. Dat je gewoon zeg maar... Weet je wel, als je 5 dagen werkt, 2 dagen pas. December cinema wordt nog een dingetje. Want dat wordt gewoon non-stop filmen en editen. Maar weet je, dat is gewoon altijd een soort van mijn heftigste maand. Qua aantallen, uren en alles. Maar ik vind dat ook gewoon heel leuk om te doen. En het compenseert altijd een beetje, want... in de zomer is het altijd heel rustig. Dus zeg maar,
dat weten denk ik heel veel mensen niet, maar gewoon in heel Medialand. In de zomer is iedereen op vakantie, net als bij eigenlijk heel veel bedrijven. Dus dan heb je ook gewoon minder werk en minder alles en minder verplichtingen, minder everything. En in december is het altijd knallen, gewoon alles afronden. Nou, ik doe dan al december cinema, dus het is echt zeg maar een heftige maand, dus dat compenseert dan weer in de zomer. Ja, je hebt, weet je, je hebt ook de bouwvak. Er zijn heel veel mensen die gewoon in de zomer er niet zijn, dus het is rustiger. En in de winter is het drukker. En dat is het nou eenmaal. Zo gaat het eenmaal. Dat is gewoon, denk ik, de sector waar ik in zit. En eigenlijk de keuze die ik zelf maak. Ik kan niet even rustig... Hoe je ook nu op de bank ligt. Dat, ik denk dat dat eigenlijk vanaf nu een beetje al voorzichtig voorbij gaat. Want ik ga volgende week beginnen met filmen voor cinema. En ja, al in het weekend ook. Dus ja. Ja, als ik alles goed gepland heb, dan red ik het wel. Ja, laten we het daarop houden. Wij gaan slapen, wel trusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.